Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video op mijn kanaal. En dit is de allereerste minigame video op mijn kanaal. En namelijk, wat gaan we doen? Namelijk, Fishstick zegt. Dus niet Jochen zegt, maar Fishstick zegt. Ik denk dat dat ook wel een beetje logisch kan zijn. En ja, het is misschien wel leuk om daar een vaste serie van te maken. Gewoon, Fishstick zegt. Met heel wat mensen. Vandaag zijn we met 8 deelnemers. Dus jongens, jullie gaan doen wat ik zeg. Anders ben je ja, verloren. Dus ja, we gaan al direct beginnen. Fishstick zegt, volg mij. We gaan al direct de deurkjes open doen. Mensen, laat zeker wat een likeje achter in de video hier beneden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En gebruik support credit code Jochen de Gamer in de item shop. En voordat we echt gaan beginnen met de video, even. Fishstick zegt, stop als je bij mij bent. Is iedereen bij mij? Fishstick zegt crouchen en niet bewegen. Mensen, even nog een kleine mededeling over het Jochen zegt gebeuren. Of Fishstick zegt gebeuren. Wat is namelijk de bedoeling? Is, jullie mogen dus ook eens een keertje creatief zijn. Jullie mogen eens een keer ook voor mij een eigen Fishstick zegt map maken in Creative. En mij eens laten weten wanneer dat af is. En wie weet, doe eens een keer een video Fishstick zegt in jouw map. Of als je een goede Simon Says map weet met een code, mag je die zeker ook nog laten weten aan mij. Door een privébericht te sturen op Insta, privébericht te sturen op Discord. Of op het moment dat ik nog eens live ben, mag je het ook in de live chat gooien. Maar vooral, wees eens creatief en maak eens een keer een eigen Jochen zegt map. Of Fishstick zegt map. We houden het gewoon op Fishstick zegt. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Spring dan omhoog. Jongens, Fishstick zegt daar recht. Voordat we gaan beginnen, even die muur dicht doen. Oké, jongens, we gaan nu officieel beginnen. Fishstick zegt, volg mij. En goed opletten, jongens, want Jochen zegt is fout en Fishstick zegt is juist. Ik heb nog niks gezegd over die deur. Jochen zegt, kies een deur. Jawel. Ik zei Jochen zegt. Ik heb nog juist gezegd. Jochen zegt is fout. Fishstick zegt is juist. Fishstick zegt, kies een deur. En maak je geen zorgen, we gaan meer dan één ronde doen met natuurlijk dezelfde mensen. Fishstick zegt, als je je keuze hebt gemaakt, mag je naar de deur gaan. Ja. Iedereen naar binnen. Ik heb gezegd, Fishstick zegt. Ik heb dat gezegd. Ja, maar. Jullie gingen niet naar binnen. Naar binnen. Naar binnen. Ik heb gezegd, Fishstick zegt, naar binnen. Jij bent al klaar, dat weet ik. Ja, was hij. Oké, jullie hebben lucky doors. Fishstick zegt, volg mij. Oké, Fishstick zegt, gaan wij een scorebord staan. Liefst één iemand op het scorebord. Fishstick zegt, als hij start, zegt dat het rode getal op 2 moet staan en het blauwe getal moet op 5 staan. De laatste die het heeft gehaald, valt af en blijkbaar is er nog iemand achter. Kom er snel maar bij, Fishy. Dat is K. Fishstick zegt, kom. Hoort hij mij nu wel? Nee. Ik weet niet of hij dat heeft gedaan. Dus het rode getal, 2 en een blauwe getal. Wacht. Voor die frozen fish, ik zeg frozen fish als je mij hoort springen. Je hoort je niet. Knal hem af! Oké, fish, ik zeg start. Ik ga ja, die frozen fish er wel even doorlaten. Ik zie hem subiet wat een voicebericht. Oeh, ja, jij was een beetje als laatste van de 4. GG, ze beten we nog eens. Fishstick zegt, zet het scorebord terug op 0. Fishstick zegt, volg mij. Fishstick zegt, kies een, ja, gang zou ik zeggen. En maak dan een rijtje als je met meerdere in een gang zit. Een rijtje achter elkaar.
Doe het parcours tot het einde. Ik heb geen physics. Ik heb geen physics echt gezegd. Springen. Ik moet jou even zo muten, maar je kan meedoen met Jochen zicht. Jochen, je moet kijken. Physics zegt. Doe het parcours. Oh! Waarom gaat die trap niet af? Oh, je bent er al. Kom aan, Frozen Vis. Kom aan. Je kunt het. Lekker. Aangezien hij me niet kan horen. Fish, ik zeg spring. En dan weet hij normaal ook wat hij moet doen. Laat het. Je hebt gewonnen. De eerste joker zegt iets voor Slano. En voor deze ronde sla ik Slano een beetje over, want hij is op dit moment nu aan het eten. Te veel. Nee. Oké. Goed dan. Hallo iedereen. Ja. Welkom terug. Fishik zegt volg mij. Het is een eindje lopen, want we gaan eens wat dingen doen die we nog niet hebben gedaan. Oké, hier zijn we dan. Ga in een ATK zitten. Ik heb niet gezegd dat je op de ATK mag springen. Vis, ik zeg ga in de ATK springen. Zitten, sorry. Fish, ik zeg dat je in de arena mag rijden hier en, je mag beuken, maar er moet tenminste één iemand in de traps. Start. Beetje meer beuken, hè, jongens. Zobiet wordt het moeilijker. Fishtick zegt dat je alleen nog maar op het groene en het blauwe gedeelte mag rijden. Als je gebeukt bent door iemand en je komt in het ijs terecht, dan telt het niet als fout. Maar als je er gewoon zelf in rijdt, ja, dat is je eigen fout. Vergeet niet te beuken. Want ze biedt wordt het nog moeilijker. Hoe langer je het volhoudt, hoe moeilijker het wordt. Maar versta je niet onder in het groene en het blauwe gedeelte blijven? Fishik zegt dat je alleen nog maar op het blauwe gedeelte mag rijden. En dan zo voorzichtig zijn. Ja. Oh, ja, er gaat er een. Maar hij gaat niet dood door die trets. Ik denk dat ze weer voor mij zijn ingesteld. Fish, ik zeg ga uit de ATK's. Fish, ik zeg volg mij. Heb ik de muur dicht gedaan? Nee, heb ik niet dicht gedaan. Ah, weer al zo ver, te ver, hè. Deze dan weg. En jij terug naar de spampit. Waar is de rest? Hier. Fish, ik zeg, volg mij. Oké. Fish, ik zeg, stop als je bij mij bent. Fishik zegt dat je dit mag doen en de laatste die op een paal staat, die valt af.
En als je uit de map bent, heb je ook al. Er staat er alleen. Ah, nog ene. Zorg dat je wel op de paal blijft staan, want als je eraf valt, moet je opnieuw. Hoeveel zijn ze nog? 1, 2, nog 3. Dus nog 2 mensen op een paal. Oh, zie je, ze gaan vliegen. En ja, oh, hier hebben we er weer een. En oh, en de andere ook al niet. Wie haalt het nog? Er is, kan nog maar 1 iemand overblijven. Oeh, de andere ook niet. Nee. Oh, ja. Ja, ja, Agent Fish heeft het gehaald. Oh, en jij gaat buiten de map. GG, we doen zo nog een ronde. Oké, okay, Fish X6, kom van de palen af, maar pas op voor dat boostingetje daar. Ik zeg nog, pas op voor dat boostingetje daar. Als je van de map valt, dan is het mijn schuld niet, hè? Maar dat doe je toch niet. Dus je hebt geluk. Fish, ik zeg, volg mij. Fish, ik zeg, stop en maak een rijtje achter elkaar. Rijtje achter elkaar. Fish, ik zeg... Oh, sorry. Fish, ik zeg dat je over deze banden moet springen als ik start zeg, zonder ze te raken. Als je het hebt gehaald, mag je wachten bij die wc's. Als je het niet hebt gehaald, dan moet je wachten hier. En je moet het om de beurt te doen. Dus de eerste mag beginnen. Fish, ik zeg start. Oh ja, naar de ene gang daar verderop. Je hebt het niet gehaald. Volgende. Dat is cheaten. Volgende. Dat is naar achter, Jens. Naar achter. Ja, de laatste. Ja. Oh ja, naar achter. Niemand heeft het gehaald. Het is haalbaar, maar niemand heeft het gehaald. Ja, je mag al direct, ja, Fish, ik zeg, je mag op een bed gaan zitten. Springen. Jochen zegt springen. Fish, ik zeg, draai een rondje. Ik heb Fish X8 gezegd, hè. Jawel. Ik zei Fish X8. Ah, eindelijk zeg. Dat werd tijd. Fish X8 crouch. Fish X8, volg mij. Fish X8, kies een bad. Ik zeg, Fish, ik zeg, kies een bad. En ga erin. Doe een dansje. Fish, ik zeg, doe een dansje. Jullie zijn echt mij alleen om een Fish, ik zeg, ik ben er zelf ook in. Fish, ik zeg dat de normale Fishbroeder, dus exact mijn combo, uit het bad mag gaan. Proberen uit het bad mag gaan. Goed zo. En crouchen. Fish, ik zeg dat jij het nu mag doen. Die Agent Fish. Uit het bad. Yo. En sta nou eens terug. Hij kan meedoen met de volgende ronde. En jij het ook al gehad. Fish, ik zeg dat de frozen vis uit het bad mag gaan. Fish, ik zeg om te stoppen met dansen. Fish, ik zeg crouch. Doe een halve draai. Jochen zegt, doe een halve draai. Jochen zegt, volg mij. Ik zei, Jochen zegt, geen Fish, ik zeg. En jij was bijna bewogen, hè?
Fishtik zegt volg mij. Derde plaats voor iedereen. Fishtik zegt door om te beurten dit parcours tot het einde. Om te beurten. Agent Fish begint. Start. En ik wil aan de mensen vragen die in mijn team zitten te switchen. Want ik denk dat er mensen in mijn team zitten, want ik zie twee pijltjes. Oeh. Is hij bijna? Op de laan. Oeh! Doei! Jouw beurt. Dus dat die agent. Eigenlijk heb jij Jochen zegt gewoon gewonnen. Nee, hij was gevallen. Van het parcours. Dus ja, Kaan heeft Fishtik zegt de tweede gewonnen, maar we gaan er nog eentje doen. Maar voor we gaan beginnen, wil ik vragen aan deze persoon. Wat kan ik hem damagen? Nee, switch van team. Jij mag al switch van team. En die ene andere ook. Zolang je niet switch van team naar team 1, dan mag je niet meedoen. Dus jij kan tot nu toe niet meedoen, dus je moet switchen. Dankjewel. Dus ja, we gaan beginnen met een nieuwe Jochen zegt. En de eerste begin ik al met Fishtik zegt iedereen op één spawn point. Ik sta. Op één spawn point. Niemand anders mag op een andere spawn point. Ik wil iedereen op één spawn point. Ik heb gezegd dat er maar één iemand op een spawn point mag. Jij hebt gezegd dat je op één spawnpot. Ja, maar later zei ik ook dat je maar op één spawnpot mocht staan. Oké, wie denkt dat er maar gaat winnen, springen. Ik heb geen Fishtik zegt gezegd. Fishtik zegt volg mij. Niemand? Ah, toch wel. Ik ga het maar zo laten, jong. Fish, ik zeg stop als je bij mij bent. Jij was dus af omdat je sprong terwijl ik geen fish. Ik zeg het gezegd en dan kan ik de muur sluiten. Ga je er toch niet meer mee? Fish, ik zeg volg mij. We gaan weer een beetje lopen, maar het is niet ver. Jochen zegt dat jullie op de tribune mogen. Ja, sorry. Ik heb geen Fishtik zegt gezegd. Sorry, en jij was er ook op. Nee, het is Jochen vraagt. Ik zeg, ik heb geen Fishtik gezegd. Jochen, de Sky heeft ook. Jochen, de Sky was ook erop. Ah, we hadden er ook op. Maar ik heb het niet gezien, dus je hebt eigenlijk geluk. Fishtik zegt op de tribune. Fishtik zegt crouch. Ik heb niet gezegd om een emote te doen. Springen! Spring als je denkt dat je gaat winnen. Oké, jullie denken dus dat jullie gaan verliezen. Fishtik zegt dat jullie naar de fakkels mogen gaan. En dat er gelijk erop mag staan. Maakt niet uit op welke fakkel je staat, zolang je er op een staat. Fishtik zegt doe een dansje. En geen emote. Jij doet geen dansje. Oh, je bent juist op tijd. Fishtik zegt kom van de fakkels. Fishtik zegt ga terug op de fakkels. En jullie mogen er terug af. Elkaar controleren. Doe een dansje. Fishtik zegt sta stil en kijk naar mij. Draai een rondje. Fishtik zegt volg mij. Jullie zijn best wel goed. Fishtik zegt kies een soort, ja, gang.
En als je met meter op één gang bent, maak dan een rijtje achter elkaar. Fishik zegt, doe het parcours als ik start zeg. En niet op de rand, want dan ben je direct uit. En ik ga u aanraden, concentratie. En voor degenen die met meerdere in een gang zitten, om te beurten. Fishik zegt start. Succes. Oh, hier. Hoppa. En als je parcours hebt gehaald, wacht je bij de rift. Oh, voilà. Nog één die het gehaald heeft. Ja. Ja, sorry. Ik was even af daar. Ah. Hier gaat hij het halen. Ja. Nu hij nog. Ja. Oh, hier. Oh my god, speed konijn. Allemaal goed gedaan. Fishtick zegt, volg mij. Ja. Ja, maar de middelste is juist de lastigste. Dus wie die heeft gepakt. Nee! Fishik zegt, spring allemaal hier bovenop. De laatste die op een paal staat is af. Waar denk jij naartoe zijn geweest? Oh nee. Doen! Got him! Oh. First try! Er zat er alleen. I'm a leave, I can fly. Nee. Oh, die ene was bijna. Boor je dat straks als je hem had in één keer. Je hebt hem nu in één keer. Oh. Hier. En vlieg hem maar op. Ja. Nice. Oh, die noobskin was ook al bijna erop. Lekker body. Oh! Ja, dat is nog eens, hè. Je moet zorgen dat je op je paal blijft. Dat geldt ook voor degene die... Als je eraf was gevallen, moest je opnieuw doen, hè. Als je eraf was gevallen, moest je opnieuw doen. Dat is de regel. Dus je hebt chance dat je erop staat. Maar ik zou je aanraden om te blijven staan. Aanhalen. Ja! Hey, ja, hij is er nog opgeraakt. Oh, wacht, er is iemand buiten de map. Wacht. Oh, ja, eet het vis! Trail op naar boven. Jochen, mag Trail niet naar boven lopen? Nee, als je buiten het ding is, ja, dan heb je pech. Oké. Okay. Nu de rest, vis, ik zeg, volg mij. Pas op voor. Lekker! Hallo. Oh, oké, we gaan dit weer nog eens doen. Dus Fishik zegt, als je de banden aanraakt, je moet over de banden springen en je mag ze niet aanraken. Als je het gehaald hebt, mag je naar de winkelkar gaan. En als je het niet gehaald hebt, dan moet je naar de wc's gaan. Maak een rijtje achter elkaar. Ik heb geen Fishik zegt gezegd, hè. Ja, maar we stonden al. Ja, oké. Okay. Laat het dan zo. Ja. En de rand is cheaten, hè, dus hou het goed in de oog. Fishik zegt dat de eerste mag starten. Als het wilt, mag je een aanloop nemen. Oké, okay, jij mag naar de wc's gaan. Oh, ja. Jij mag ook al naar de wc's gaan. Ik heb niet eens start gezegd. Fishik zegt start. Ik ga lachen en Noah, ik kom nu ook dat jij afgaat. Nee, Fishik zegt start. We falen het allemaal. Hup. Het is haalbaar, maar wel moeilijk. Oh. Ah. Gefaald. Ja, iedereen heeft gefaald. Naar de wc's. Iedereen heeft gefaald. Fishik zegt, ga op een wc staan. Fishik zegt dat jij van plaats verandert met hem. Hem. Of haar. Ja, hé. Hey. Door skin, hij kan hem zijn, hè? Ik weet het nu ook even niet. Vis, ik zeg, doe een dansje. Jochen zegt springen. Ik heb Jochen zegt gezegd. Onthouden, hè, jongens? Het is Vis, ik zegt. Vis, ik zegt, volg mij. Vis, ik zegt, pak de 3 voorste winkelkarren. Je mag niet met 2 in een winkelkar zitten.
Ik zeg, je mag niet met twee in een winkelkar zitten. Fischik zegt dat dit een rem... Op je plaats blijven. Zo gaat het nu eenmaal. Wacht, ik kan... Wacht, ga even uit dat karretje. Ga eens even uit dat karretje. Dan kan ik hem verwijderen en dan staat hem mooi op zijn plekje. Voilà. Nee. Fischik zegt dat dit een race is om te race aan de finish. De laatste die finisht valt af. En je mag beginnen als ik start zeg. Zit hier nu iemand de hele tijd te lopen? Wie zit hier de hele tijd te lopen? Oh, dat is Bowie. Fischik zegt start. Oh, je kruipt er hier. Die konijn kruipt er direct al helemaal voor. Oh, wel gaan in Noobskin, come on. Ik vraag me echt af hoe je zo, ja, zo vliegt. Als je je winkelkar bent kwijtgeraakt, buiten de map heb je pech. Als je hier ook valt, heb je pech. Oh, voilà. Sana raakt er al over. Hier, voilà. Ga ik het ook al over. En jij ook. Goed zo, jongens. Ik wacht op jullie. Bij de finish. Ze zijn allemaal aan het hamsteren, jongens. Aan het hamsteren naar de finish. Oh, Ela. Dat mag niet. Je moet je golfkartje pakken. Je mag niet zonder golfkartje gaan. Dat mag niet. Je moet hierover zijn, ja. Ja, ja, sorry, jij bent af. Oké, nog twee over. Is het bordje vast daar? Fischik zegt, volg mij. Lama. Kies een lama. Ik heb geen Fischik zegt gezegd, hè. We zijn allebei... Jochen? Ja, dat is... Oké. Fischik zegt, doe je lama open. Heb ik gezegd dat jij een bosje mocht oppakken? Nee. Allee? Ja, ja, je moet hem ook al vierkantje doen. Wie moet er gaan? Dit duurt lang. Oké, doei. Jochen, hij kan niks openen. Fischik zegt, pak het bush. Trek het bushje aan. Fischik zegt, drop het bushje. Fischik zegt, kies een andere lama, want in één van die lama's ligt er een flopper. En het is de bedoeling om ter eerste de flopper te vinden. Fischik zegt, als je je keuze hebt gemaakt, dat je de lama mag open doen. Ja, maar Jochen, zou het, kan, Jochen, zou het voor u, ik zou, ja, ik zou het voor u doen. Ja. Nee! Fischik zegt, nee, dat heb ik niet gezegd. Fischik zegt, pak het busje. Jochen zegt, trek het busje aan. Fischik zegt, trek het busje aan. Wat voor timing nog, joh. Fischik zegt, kies een nieuwe lama. Als je keuze hebt gemaakt, mag je je lama open doen. Ja, Jochen, open jij even voor hem. Ik heb geen Fischik zegt gezegd. Tweede plaats verslaan, hoor. Geef mijn flopper terug! Hij doet zich echt letterlijk in met de flopper, hey, mijn dus heb je eigenlijk met pech gehad, hè? Anders had jij gewonnen, hè? Dus je hebt eigenlijk pech gehad. Ja, maar weet je, ik kwam wel legit op het einde op een zachte reek dat je dat niet had gezegd. Bodie heeft gewonnen! Ik ga even al die bosjes... Even al die bosjes weghalen. Moet je niet even een nieuwe lama gaan maken? Ik kan die lama's kopiëren, maar ik moet alleen de lama van de flopper, denk ik, namaken. Jongens, wacht even bij Spawnpit. We gaan nog één ronde doen voor de video. Oké, mensen, laatste ronde, Jochen zegt. Kijken. Oh, met hoeveel zijn we? 1, 2, 3, 4. We zijn blijkbaar mensen weggegaan. Ja. Waarom is hier een houten muurtje gezet? Zullen we het kaan daarin vastbijten?
Joe. Hij krijgt geen schade meer, dat kon Jochen niet meer. Heet het fish? Illu. Fishik zegt, doe om te... maak een rijtje achter elkaar, voor het parcours. Dit is te... Dat is een beetje te ver, jongens. Er moet iemand zich opofferen om eerst te gaan. Jochen, wie vind jij dat eerst moet gaan? Jochen, wie vind jij dat eerder moet gaan? Oké, degene die eerst mag gaan... is... Nee, jongens, dat heb ik niet gezegd. Anders zijn jullie allemaal af, hè. Zijn jullie allemaal af, hè. Kom terug. Fishik zegt, kom terug. Ongelooflijk, hè? Als je weggaat, word je afgeknald, hè. Degene die als eerste mag gaan, is die Skyskin. De tweede is Slano. De derde is dat konijn. En jij daar mag als laatst. Oh, je bent al vertrokken. Ik heb nog geen start gezegd, maar allez, vooruit. Voor de rest maak... Ja, jullie staan al klaar. Oh, oké. Okay, oké. Okay. Ik hoop dat hij het door heeft van... Ja, hij heeft het! Oh, joh. Hij had het wel door. Ik moet nog een muur zetten. Dus Jochen, heb je hem aangepast? Ja. Samen. Ik heb nog geen start gezegd, dus ga terug naar het begin. Ik heb een rift. Ik heb de rift gehaald. Opnieuw. Fishik zegt opnieuw. Oh! Ik heb de teleporter gehaald! Heb ik iemand dan? Wacht, 104? Hoezo 104? Sorry, mijn excuses. Jij mag gaan. Fishik zegt start. Wat doe jij hier? Juist te laat. Oh! Ja, jij nog. Als hij het haalt, heeft hij Jochen zegt gewoon... Oké, okay, niemand heeft het gehaald. Het is een gelijk spel. En dat was het dan voor deze video van Jochen zegt. Ik wil jullie bedanken voor mee te... Ik wil jullie bedanken aan alle mensen die hebben meegedaan met een nieuwe video van Jochen zegt. Laten we vast een serie van maken, want we vinden het best wel leuk om te doen. Als je ook nog even wil meedoen, de link van de Discord-server staat in de beschrijving. De link van de Discord-server staat in de beschrijving. Dan kun je met Discord komen joinen en daar spreken we altijd af. Van... En daar spreken we dus altijd af van, ja, wanneer we nog eens een video van minigames gaan opnemen. Jochen zegt, Murder Mystery en nogal van alles wat. Zwijg! Ja. En mensen, onthoud ik in het begin van de video heb gezegd, je kunt zelf nog een mapje laten... Je kunt zelf nog een mapje laten maken door uw eigen fishstick, zeg maar. Zwijgen! Dus maak maar zelf eens een mapje... Hoe ben ik afgeknald? Omdat jij niet zwijgt terwijl ik mijn outro doe. Ja, ik heb jou gemute. Waarom? Omdat ik tenminste Bodie kan horen die wil horen terwijl jij echt letterlijk net zoals kan praten dat jij tot mijn huis hoort en jij wordt letterlijk fucking half uur fucking met de auto. Maak me edits terug. Het is echt saai zonder edits. Dus ja, mensen, denk er dan even aan om eens een keer zelf een map te maken. Laat me weten als je eens een keer een map hebt gemaakt. Peace out met Jochen en tot de volgende video.